Deze monumentenroute op cassette wordt u aangeboden door het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. U kunt op deze monumentenroute kennis maken met een aantal monumenten in de provincie Noord-Holland. Een route die op deze cassette in Alkmaar begint, maar die u natuurlijk in elke gewenste plaats op deze route kunt starten. Het is de bedoeling dat u deze cassette als informatiebron ziet, niet als handleiding voor een puzzeltocht of rally. Tenslotte gaat u op pad om monumenten te bewonderen. Het is daarom misschien raadzaam dat u elke keer als u een monument wat beter wilt bekijken, een parkeerplaatsje opzoekt. En na het beluisteren van het bijbehorende stukje tekst, deze cassette het zwijgen oplegt. Het lijkt ons een beetje overbodig u exact van plaats naar plaats te begeleiden. Als u niet in het bezit van een plattegrond of een landkaart bent, denken we dat u met een Hollandse tong misschien nog wel verder komt. Antwoorden in dialect kunnen misschien meer vertellen dan wij op dit bandje kwijt kunnen. Uitgebreide informatie over te bezichtigen monumenten vindt u niet op dit bandje, maar bij en in het monument. Monumenten die niet openstaan voor publiek behandelen we uitgebreider. Als u het volgende muziekje hoort, kunt u de cassette afzetten tot u bijna bij het volgende bezichtigingspunt bent aangekomen. We wensen u veel plezier van en met deze cassette. Oh ja, als u uw auto verlaat en u wilt na het routeonderdeel nog verder, doet u er verstandig aan te zorgen dat uw autoradio, cassetterecorder, niet tijdens uw afwezigheid gestolen wordt. Sluit daarom uw auto telkens goed af en berg kostbaarheden weg of neem deze mee op uw ontdekkingsreis. We beginnen de route in Alkmaar om meteen van daaruit te vertrekken naar Egmond, een drielinggemeente. Egmond aan zee, Egmond binnen en Egmond aan de Hoef. En als we bij Egmond beginnen, beginnen we bij het begin van Egmond. Ooit een nederzetting der heidenen. Al zou men dat nu niet tegen een Egmonder moeten zeggen, daar deze inwoners over het algemeen vrij strikte christenmensen zijn. Wie die heidenen ooit omdoopte tot volgelingen van Christus, was niemand minder dan één van de 11 volgelingen van de zendeling Willibrordus, Adelbert. Deze Adelbert predikte het evangelie door de omgeving rond te trekken, maar vond toch een vestigingspunt in de buurt waar Egmond binnen nu ligt. Hij moet een behoorlijke schare volgelingen hebben verzameld, want hij stierf niet onopgemerkt. En behalve zijn graf herinneren nog andere namen aan zijn aanwezigheid. Zo is de doopput die deze zendeling voor zijn taak gebruikte nog steeds te vinden in de buurt van Egmond. Rond het graf van inmiddels Sint Adelbrecht is het plaatsje Egmond binnen ontstaan, te beginnen met een kerkje. In de loop der tijd, om precies te zijn 950, werd de Egmond aan de Hoeve een Benedictijner abdij gesticht. Deze monniken moesten ergens van bestaan en dat ging ze niet altijd even goed af. Wouter, die van 1129 tot 1161 abt was van de Egmonder abdij, stelde rentmeesters aan voor een betere zakelijke leiding van de monniken, die over het algemeen hun geestelijke leiding in een hogere sfeer zoeken. Misschien ging het daarom ook wel fout in de zaken. Dit van realisme getuigende besluit van Wouter leidde tot de ontdekking van de zakelijke kwaliteiten van monnik Berwoud of Berwold. Hij wist de financiële positie van de orde zo te manoeuvreren dat het deze uitzonderlijk goed ging. Blij verrast met het resultaat, uitte Wouter zijn dankbaarheid hiervoor met de schenking van een hofstede plus 6 woningen. Het geheel lag een half uur wandelen van de abdij af, maar dat half uur plaatsverschil stelde Berwold wel buiten de veilige beschermende muren van het kloostercomplex. De Westfriezen namelijk, ofwel Noord-Hollanders, ondernamen in deze streken nogal eens vernietigende strooptochten waarbij ze onchristelijk tekeer gingen. Berwold versterkte daarom zijn hofsteden met een houten verdedigingswerk,
dat later tot het fameuze Slot op den Hoef zou uitgroeien. Deze aan God gewijde man moet toch één keer de verleiding des vleeses niet hebben kunnen weerstaan, want er ontstond een ware familie van Egmond. De burcht moet al snel een indrukwekkende omvang hebben gekregen. Een voorburcht huisvestte al het personeel en een mooie ridderburcht werd bewoond door de heren van Egmond en de nodige dames. De hofstede was dan misschien eenvoudig begonnen. Het karakter van stamvader Berwold was kenmerkend voor de volgende generaties. Allen bereikten grote hoogten op de maatschappelijke ladder. Zo bracht Jan van Egmond, met de bijnaam Manke Jan, het zelfs tot graaf. En dat werd men niet zomaar, daar moest je wel wat voor doen. Jan stond voor zijn bevordering al bekend als een geduchte vechtersbaas. En daar profiteerden de Hollandse graven van. Eenmaal graaf van Egmond hakte hij in 1492 het kaas- en broodvolk in de pan. Een minder smakelijke geschiedenis dan het gerecht dat op dezelfde manier wordt bereid. Hij smoorde daarmee het verzet van de West-Friezen tegen de drukkende oorlogsbelasting die de Bourgondiërs hadden opgelegd. Dit was eigenlijk het gevolg van de al eeuwen durende vechtpartijen tussen de West-Friezen en Egmonders en de reden waarom het slot zo goed versterkt werd. Al met al had Jan zijn kwaliteiten getoond en werd daarom benoemd tot stadhouder van Holland. Bovendien had het slot zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een waar gebouwencomplex met 2 vierkanten en zelfs 7 ronde torens, waarvan er 4 dienden ter verdediging van de toegangspoort. Het oostelijke deel van het slot was de grafelijke vleugel met een vierkante zware toren. Gedacht kan worden dat het een donjon was, een woon-, gevechts- en vluchttoren. De laatste mogelijkheid biedt tevens mogelijkheid om te fantaseren over geheime gangen, trappen, vluchtwegen en kamers. Maar daarover is niets bekend. Dat komt omdat het slot totaal verwoest werd in opdracht van de prins van Oranje. Deze bekende Oranje was behoorlijk ontstemd over de handelwijze van La Moral van Egmond en diens uitstekende verrichte diensten voor de vijand. La Moral liet namelijk duidelijk merken dat hij sympathieën had voor de graven van Holland en werd als dank voor zijn succesvolle optreden in 1568 te Brussel onthoofd. Voor de prins van Oranje werd het slot aan de Hoef onmiddellijk vijandig terrein en de vesting werd in 1573 in opdracht van de prins door de gouverneur van het Noorderkwartier, Diederik Sonnooy, geus van beroep, platgebrand. Nou ja, plat. Er bleef genoeg over om de rest met titels en al te verkopen in 1722. De koper zag er blijkbaar te veel gat in om het te restaureren. Want in 1792 werd het tot aan de grond gelijkgemaakt. Het slot is daarmee in de vergetelheid geraakt. Tot 1933. Men vatte in Egmond toen het plan een klein moeras droog te maken. En 3 maal raden wat er uit de voorschijn kwam. Een monsterlijk grote fundering, het geraamte van Wijlen Slot aan den Hoef. Op de funderingen werden muurtjes gemetseld en nog steeds kan men de omvang en indeling van het geheel bewonderen tijdens een wandeling in het openbare park wat er is aangelegd. En dat is nog niet alles. Tijdens het droogleggen van het zompige stuk grond kwam even ten noorden van de slotfundamenten, een ronde vesting, de allereerste versterking der familie van Egmond. Op de plaats waar eens de slotkapel stond is nu een hervormde kerk uit 1633 te zien. In Egmond aan de Hoef kunt u de koffiemolen bezoeken waar men geen koffie maalt, maar serveert. Want het is nu in gebruik als café-restaurant. In Egmond binnen kunt u de resten van de abdij der Benedictijners nog bewonderen. Althans, het is een afspiegeling, want toen Sonnooy het slot aanpakte, bracht hij ook even een bezoekje aan de abdij, waar hij niet veel van heel liet. Pas in 1935 werd begonnen met de heropbouw. Nu is het een museum, waarin prehistorische Romeinse aardewerkvondsten en voorwerpen uit Egmond en omgeving staan uitgestald. Vlakbij de abdij vindt u de eerder genoemde doopwerkplaats van Adelbert, de Sint-Adelbertusput, op de Sint-Adelbertusakker. Egmond aan zee.
Vroeger een pure vissersplaats. Tegenwoordig gooit men een visje uit naar de strandtoeristen. Wilt u meer weten over de scheepvaart? Dan begeeft u zich naar de Voorstraat 41. In het nog in gebruik zijnde tehuis voor oude zeelieden heeft men een passend museum ingericht. De vuurtoren Jan van Spijk is dan wel niet meer in gebruik, maar houdt de herinnering aan onze nationale held wel levendig. Het mausoleumachtige gebouw staat hier nog stevig te zijn, in tegenstelling tot Jan, die liever de lucht invloog dan zich over te geven, en dat gebeurde te Antwerpen. Heeft u het wel gezien in Egmond, dan begeven we ons naar Heilo. De naam van dit dorpje dankt zij aan het Heilig Loo, de heilige bossen waarin het ontstaan is. Of dat heilige van christelijke of heidense geloofsovertuiging afkomstig is, laat zich moeilijk raden. Heilige bossen kende men echter al lang voordat deze verbreiders van de Heilige Schrift op bezoek kwamen. Ten tijde van deze religieuze ommezwaai werden dan ook razzia's gehouden door de gekerstenden onder het geboomte dat vanuit het oerverleden bomen telde die voor de bevolking heilig waren. Afkomstig van de natuurgodsdiensten werden bomen vereerd die op een centraal energiepunt stonden. Hoe men dat uitvogelde, kan niemand meer vertellen. Een wel heel bekende opeenhoping is bijvoorbeeld het magnetisch veld, waar wij ons nog steeds naar richten als we ons richtingsgevoel kwijt zijn door middel van een kompas. Maar genoeg daarover. Heilo is officieel een middeleeuws dorp met kerk. De kerk die u er nu aantreft werd in de 11e eeuw gebouwd als opvolger van een kerk uit de 8e eeuw. En of de gevraagde bossen nu plaats maakten om religieuze of economische redenen, vertelt de geschiedenis niet. In Heilo ligt de hortus bulborum. Deze hortus, wat tuin betekent in het Latijn, werd in 1928 gesticht en bevat een verzameling van 1200 cultivarum die niet meer te koop zijn. Cultivarum wil zeggen gekweekte gewassen. En daar zijn ze wat betreft de lage bolgewassen in deze omgeving al eeuwenlang erg goed in. De tuin aan de kapellaan is tijdens de bloeiperiode geopend voor publiek. De hervormde kerk aan de Raadhuisstraat stamt uit de 11e en de 12e eeuw. Dit zogenaamde witte kerkje is daardoor ook deels Romaans, deels gotisch. Dicht bij deze kerk vindt u de beroemde Sint-Willibrordusput. De put waaruit deze zendeling het nodige water putte voor zijn doopwerkzaamheden. Als u nader kennis wilt maken met de overblijfselen van de heilige bossen van Heilo, kunt u tussen Alkmaar en Heilo even uitstappen in het aan de Kennemerstraatweg gelegen Nijenburg, ook wel het Heiloer Bos genoemd. U vindt er een monumentaal stukje natuur waarin een rijkdom aan paddenstoelen regelmatig de grond uitschiet. Van Limmen langs Castricum en Uitgeest komen we bij Heemskerk terecht. Een mooi, rustig plaatsje gelegen aan de rand van het Noord-Hollands Duinreservaat. Maar vroeger kenden het onstuimige tijden. Heemskerk werd in het jaar 1063 als Heemezen Kirika omschreven. Voornamelijk dankt het plaatsje die bekendheid aan een kasteel en haar positie. Op deze smalle strook zandrug tussen twee waters werd vroeger, in de tijd dat de Westfriezen en Kennemers nogal stampij maakten en rooftochten organiseerden zuidwaarts, een dwangburg neergezet om het noordelijk geboefte onder controle te houden en soms gevangen te zetten. Het dankt haar naam aan generaal Dertien, die hier zijn laatste dienstjaren uitzat. De man kwam uit Markette in Henegouwen. De dwangburg maakte in 1296 geschiedenis toen Floris de Vijfde, der Kerelen God, hier werd vermoord door de edelen van Velzen van Amstel en van Woerden.
Tijdens een Hoekse en Kabeljauwse twist werd het Kabeljauwse bolwerk tot tweemaal toe door Jacoba van Beieren aan de grond gelijk gemaakt. Of ze dat zelf deed, vertelt de geschiedenis niet. Maar toen ze merkte dat de vesting al snel herrees na de eerste vernietiging, zal ze wel flink gestampvoet hebben, zodat het voor de tweede maal onbewoonbaar verklaard werd. Het oorspronkelijk 13e-eeuwse bouwwerk werd in de 18e eeuw herbouwd en een restauratie in 1981 herstelde de burcht weer in haar volle glorie. In de voormalige dwangburcht is het tegenwoordig uitermate goed toeven. De Westfriezen wagen het niet meer zich barbaars te gedragen in het tegenwoordige hotel en restaurant, waar een andere tegenwoordig nationale held, Jan de Bouvry, de inrichting van zijn handtekening voorzag. Is een handtekening een teken dat de eigenaar ervan ergens met hart en ziel achter staat? Op de Skapelenberg, ofwel Hulttoneel, werd in vroeger tijden een soortgelijke bevestiging der overtuiging gedaan. Op deze kunstmatige heuvel legden de graven van Holland de eed der eerbiediging van de heren van Kennemerland af. En dat vond men wel een monument waard. U vindt het aan de Rijksstraatweg Heemskerk-Castricum. Maar verlaat Heemskerk niet te vroeg, want dan zou u de Nederlands hervormde kerk en het slot Assenburg niet hebben gezien. De Nederlands hervormde kerk op het Kerkplein staat op de plaats waar in 1580 de vorige werd verwoest. Alleen de toren bleef staan waar hij stond en later, in 1628, bouwde men er weer een kerk tegenaan. In de kerk zijn een paar erg oude graven te vinden. Een mooie 17e-eeuwse eikenhouten preekstoel en een koperen kroonluchter uit dezelfde eeuw. Hoe ze de luidklok ooit hebben gewogen, is niet bekend. Maar met al zijn of haar 900 kilo is het wel een van de oudste in Nederland. Hij werd gegoten in 1464. De Assenburg is een heel ander verhaal. Veel spitsen en een indrukwekkende reeks torens zijn de hoofdmoten van wat men een coulissenkasteel noemt. De huidige vorm dateert uit 1546, toen het op deze plaats staande versterkte huis grondig werd verbouwd. Oorspronkelijk heette dat huis Williams Woningen van Velsen. Maar in 1328 verkocht deze heer het geheel aan Barthout van Assendelft. Het nieuwe bezit bleef 300 jaar in de familie. Geruzie met Albrecht van Beieren, graaf van Holland, over een fout in de vererving van de burcht, zorgde ervoor dat de familie van Assendelft het mocht lenen. Toen gebeurde er een lange tijd niets. En daarna, aan het einde van de 15e eeuw, brengt Gerrit van Assendelft weer wat leven in de brouwerij. Letterlijk en figuurlijk, want meneer was tijdens een studie rechten in Orléans tijdens een vrijpartij betrapt door een herbergier, de vader van de toekomstige bruid. Gerrit nam haar mee naar de Nederlanden, kocht haar een huis in Den Haag en gaf haar en haar zoon een aanzienlijke uitkering. Terwijl Gerrit aan de Assenburg stond te bouwen, begon zijn echtgenote een enorme interesse in geld aan de dag te leggen. Zo geobsedeerd door dit fenomeen besloot ze samen met haar kapelaan Maturijn een valse munterij in de schuur te beginnen. Blijkbaar was ze toch niet vakmatig genoeg om het misdrijf onontdekt te houden, want in 1541 werd ze samen met haar partner opgepakt en tot de brandstapel veroordeeld. De regentes der Nederlanden vond dat toch wel een beetje een al te zware straf en veranderde het vonnis in de verdrinkingsdood. Maturijn verloor zijn hoofd aan het zwaard. Gerrit de Vierde overleed als laatste mannelijk stamhouder in 1617. Het kasteel werd verkocht aan Jean Deut, een Amsterdamse bankier. En ook hij sloeg weer aan het verbouwen. Tot het in 1911 voor een symbolisch bedrag werd overgedaan aan het Rijk. In 1933 werd Assenburg, wat het nog is, een jeugdherberg. Hierna gaan we de paden op de lanen in om via Assendelft naar Krommenie te reizen.
Eigenlijk hoeven we niet te vertellen wat u in Krommenie aan monumenten kunt aantreffen. U zult zelf de serie houten huizen met mooie gevels wel ontdekken. Ze stammen uit de 17e tot 19e eeuw. Die slaan we over om vrolijk verder te gaan richting Zaanse Schans en Zaandam. Dan komt u vanzelf langs Zaandijk met de bekende Zaanse huizen. Houtbouw op een stenen voet en een gestoken gevel. De Zaanse Schans zelf is een openluchtmuseum waar oude Zaanse huizen uit verschillende streken bijeen zijn gebracht. We vinden daar ook 5 gerestaureerde molens, de vertegenwoordigers van de vroege Zaanse industrie. Of Abraham hier zijn mosterd haalde is niet bekend, maar zeker is dat men hier wel weet hoe het bereid moet worden. De Zaanstreek was overigens vroeger Hollands industrieterrein nummer 1. De ruime beschikking over water en haar wegen en de in ruime mate aanwezige wind in dit landschap vormden een prima aan- en afvoernet en energiebron om de molens te laten draaien. De Zaanstreek werd dan ook het industriecentrum voor de verwerking van de producten uit de nieuw ontdekte en verworven werelddelen. Van koren tot mosterd en cacao en specerijen werden hier verwerkt tot huishoudklare producten. Later is 's lands grootste kruidenier uit deze streek voortgekomen. Maar men hield zich in de Zaanstreek niet alleen met wereldse bezigheden bezig. De geloofstrijd heeft ook hier haar littekens achtergelaten. Hoewel wij het nu een bezienswaardig monument vinden, is de schuilkerk in Zaandam aan het Papenpad ooit een uit angst geboren noodgebouw voor de belijders van het Rooms-Katholieke geloof geweest. Ze werden als ketters vervolgd na een tijd dat juist andersom was. Zaandam heeft nog een monument dat we niet onvermeld mogen laten, in geval het aan uw oog mocht ontsnappen. Want het is een eenvoudig knechtshuis. In dit huisje woonde ooit tsaar Peter, die in Zaandam zich wilde laten onderwijzen in de scheepsbouw, waarvoor Hollanders wereldberoemd waren. Het huisje is bewaard gebleven doordat koning Willem II het aankocht voor zijn dochter Anna Paulona van Rusland. Deze liet er een stenen gebouwtje omheen plaatsen en zo staat het er nog steeds aan de Krimp 23. De Bullekerk in de Westzijde is een 17e eeuwse kerk met een houten toren. Verder noemen we de sluizen die het water en de schepen wanneer gewenst toelieten. Het Zaans Uurwerkmuseum geeft u een verklaring waar onder andere een felbegeerd stuk stijluurwerk vandaan komt. Deze uurwerken zijn vaker geïmiteerd dan in werkelijkheid geproduceerd. Toch gaan we op naar ons volgende routepunt via Landsmeer, Broek in Waterland naar Monnikendam. Broek in Waterland heeft een bijzondere geschiedenis. Eén waardoor Nederlanders in het algemeen tot een proper volkje werden bevorderd door de bezoekende buitenlanders. En proper waren ze, die Broek in Waterlanders. Toen hygiëne nog een vreemd woord was, schrobden ze hier zelfs de bomen. Van de muren en straatjes was het al even goed eten als de kaas die er gemaakt werd en waar het schrobben allemaal om begon. Opmerkelijk is ook de lichtgrijze kleur van de huizen, in tegenstelling tot het gebruikelijke groen in de rest van de streek. In de mooie Nederlands hervormde kerk uit de 16e eeuw is overigens ook het graf van Neeltje Pater te vinden, de redersvrouw die een vloot van 16 koopvaardijschepen bezat. Daarmee had ze evengoed een ware zilvervloot binnengehaald, want ze bezat een vermogen van 8 miljoen gulden, wat ze op de Engelse bank deponeerde. We zullen het bedrag niet omrekenen naar tegenwoordig, anders wensen we ons allemaal meteen terug in de tijd. En we willen ook het volgende routepunt nog wel bereiken. Monnikendam.
Monnikendam, dam door monniken aangelegd. Dat is de korte uitleg voor deze stadsnaam. Want stad werd Monnikendam in 1335. Daaraan vooraf ging de afdamming van een meertje aan de zee, de Gouwzee. In 1228 bestond dit plaatsje al wel, want toen werd het al in geschriften genoemd. In een handvest uit die tijd werd door Floris de Vijfde aan de poorters, de ordebewakers destijds, bepaalde privileges gegeven, wat later leidde tot het stadsrecht uit handen van hertog Willem van Beieren. Wij verzoeken u de cassette nu om te draaien. We beginnen met de Grote of Sint-Nicolaaskerk, gebouwd na de stadsuitbreiding van 1400. Met de portalen aan de weerszijde biedt de kerk een schilderachtige aanblik. Zomers staat de kerk de hele week voor u open, behalve zondagmorgen. Het gemeentelandshuis, ook wel het Waterlandshuis genoemd, dateert oorspronkelijk uit 1619, maar werd in 1908 vernieuwd. In de gevel ziet u het wapen van Waterland. En dat is een toepasselijke naam voor een gebied waar evenveel water als land is. De speeltoren aan het noordeinde wordt ook wel raadhuistoren genoemd. Misschien minder interessant dan het ruiterspel dat u aan de zuidzijde van de toren vindt. Ze draaien daar al jaren een rondje ter ere van de tijd. Een engel zet het geheel nog luister bij als deze op een bazuin rondbazuint dat er alweer een half uur om is. Ook op het noordeinde, gebruikmakend van de naam van de toren, vindt u een oudheidkamer. Het raadhuis was ooit een woonhuis, gebouwd in 1746 voor patriciërs, de rijke kooplui. Laat u niet door de slangen afschrikken. Ze zijn van hout en dienen als trapleuning. Daarboven waakt het teken van de stad, een monnik over uw ziel en die van de stad. Als u onderweg naar de Waag het Speeldozenmuseum passeert, weet u nu wat u daar aan zult treffen. En in de Waag treft u geen dienstdoende weegschaal meer aan, maar een verblijf waar men zich aan een koffie, alcoholische of eetbare versnapering waagt. Het Weeshuis uit 1638 staat aan, hoe kan het anders, het Wezenland. Verder zou u misschien uw neus achterna kunnen gaan om uit te vissen waar die prettig pittige rooklucht toch vandaan komt. Als u de sfeer in Monnikendam hebt geproefd, gaan we door naar Volendam. Volendam, oorspronkelijk een klein vissersdorp, dankt haar naam volgens sommige lieden aan een veulen. Het beest zou uit zee zijn opgedoken om een Volendams meisje te schaken. Zelf denken we dat het veulen daar nog te jong voor moet zijn geweest. Misschien is dat verhaal de wereld ingestuurd om te benadrukken hoe mooi de bevolking erbij liep in hun klederdracht. Nou, dat is ze dan goed gelukt, want toeristen zijn niet meer weg te denken in het plaatsje. In het centrum van het dorp staat een houten kerkje dat niet alleen waakte dat er geen dwalingen op geloofsgebied voorkwamen, maar tevens om voor de schepen een baken te zijn. Het herkenningspunt is een torentje dat een bekroond tentdak heeft. Door de week kunt u in het Volendams Museum de geschiedenis van het plaatsje in het kort beleven. Daarna gaan we op weg naar Edam. Edam is een plaatsje met een groots verleden met een minder leuk vervolg. In 1357 kreeg de stad stadsrechten
en een vergunning om een open verbinding van Edam naar Purmerend te graven. Eb en vloed deden de rest en zo werd Edam een ideale haven rijker. Daardoor werd de industrie ter plekke, bestaande uit scheepvaart, de haringvisserij, de kaashandel en scheepsbouw, de mogelijkheid geboden voor verdere handel. In de 16e en 17e eeuw nam die welvaart toe, zoals ook bij andere plaatsen in de omgeving. In Edam werd ooit op de meer dan 30 werven tellende plaats de vloot van ons aller admiraal de Ruiter gebouwd. Karel V maakte een eind aan deze welvaart door de verbinding weer af te sluiten. Het vrat, behalve een prachtige haven, zich ook een gat in het achterland. Uit het rijke verleden van Edam is natuurlijk nog wel het nodige overgebleven. Zoals bijvoorbeeld de scheepshelling uit de tijd van de Oost-Indische Compagnie bij de Kwakelbrug. Het gemeentelandshuis der uitwaterende sluizen dateert oorspronkelijk uit de 17e eeuw, maar werd in de 18e eeuw waarschijnlijk verbouwd. Op het Damplein staat tussen anderen een gerestaureerd pand uit 1540. Dit was een van de eerste stenen huizen en het heeft een drijvende kelder. Het stadhuis uit 1737 heeft een mooie gevel en binnen in de raadzaal treft u een bij de taak van deze zaal passende schildering over de kroning van David en Salomo, twee vorsten van het Joodse volk, die bekend stonden om hun wijsheid. De beurs aan de overkant heeft een merkwaardig langgerekte vorm. De Damsluis met haar hoge brug is ook het bekijken waard en stamt uit 1795. U zult vele schilderachtige huisjes tegenkomen met aardige geveltjes aan de voorhaven. In de Grote Kerkstraat staat het weeshuis op nummer 28, terwijl het oudste pand van Edam aan de achterhavenhoek Breestraat staat. De Grote of Sint-Nicolaaskerk staat in een straat die zijn naam aan de kerk dankt. Het is een laatgotische hallenkerk, waarschijnlijk uit de 15e eeuw. Een brand in 1602 heeft de oorspronkelijke kerk grotendeels verwoest. Maar binnen 20 jaar stond er weer een nieuwe. De kaaswaag op de Kaasmarkt dateert uit 1778 en doet van mei tot en met september zijn oude functie eer aan met exposities betreffende het beleg dat u zich beter niet van uw brood kunt laten eten. De 16e eeuwse speeltoren in de Kleine Kerkstraat hoorde ooit bij de Onze Lieve Vrouwenkerk of Kleine Kerk. Deze werd in 1883 gesloopt op een klein gedeelte direct naast de toren na. De naam van de toren geeft aan dat er hier met klokken wordt gespeeld, niet met de tijd, maar door een carillon. Een gedeelte van de bijaard hangt buiten de toren uit plaatsgebrek. Hebben we Edam bewonderd, dan volgt Purmerend op de route. Daar komen we door langs de Purmer Ringvaart te rijden. In de middeleeuwen was Purmerend een vissersplaatsje aan de Purmer, een van de grote drooggelegde meren in de omgeving. Na het wijken van het water werd Purmerend een bloeiende marktplaats en dat is het nu al zo'n 500 jaar. Waarom zoveel historische panden zijn verdwenen is niet duidelijk. Maar er staan nog een paar bewonderenswaardige gebouwen in Purmerend. Bijvoorbeeld het mooie burgerweeshuis uit 1789... Het historisch museum aan de Kaasmarkt vertelt u de geschiedenis van Purmerend. En dan zult u misschien verbaasd staan over de walvisvangst. Want die beesten zijn hier in de wijde omgeving nooit levend ontwaard. De walvisvaarders maakten dan ook lange tochten richting Noordpool om terug te keren met de nodige levertraan. Een spulletje waarvan sommigen onder u misschien onmiddellijk braakneigingen zouden krijgen, omdat Nederlandse kindjes er dagelijks een soeplepel vol van moesten slikken. De belofte dat je er groot en sterk van zou worden hield nog niet in dat het geen nationaal dagelijks drama was. De gevels aan de Weerwal 12 bijvoorbeeld zijn het bekijken waard. Nummer 12 hoorde ooit aan een zeepziederij, de Zwaan, toe.
Als u genoeg van Purmerend hebt, gaan we door naar Middenbeemster via Halfweg. Middenbeemster is, zoals het Almere van nu, ontstaan als gevolg van het droogmalen. 41 molens zijn hiervoor flink aan het werk geweest. De polder werd in opdracht van de ondernemende Amsterdamse kooplieden drooggelegd door Jan Adriaanszoon Leegwater, die zijn tweede naam dankt aan zijn prestatie, de Beemster leegmaken van water. Het resultaat is beslist een van de mooiste polders die Nederland telt. Rijke stedelingen lieten er fraaie heren- en boerenhofsteden bouwen om er, als ze daar zin in hadden, uit te puffen van hun stadse bezigheden. Een van zulke verblijven is de Eenhoorn, een stolboerderij. Een stolboerderij dankt haar stijlnaam aan de vorm van het dak dat hoog en groot afsteekt boven de rest van de boerderij, alsof er een stolp op het gebouw is gezet. Ook de Lepelaar is zo'n zomerverblijf. 'S Winters kon het hier namelijk gemeenkoud zijn, getuige de inrichting van de Nederlands Hervormde Kerk aan de Middenweg 176. Ontworpen door de toenmalige beroemde architect Hendrik de Keizer, bevat de kerk een blauw betegelde stovenkamer waar vroeger de stoven voor de kerkgangers werden verwarmd en waar ze zich na een soms barre tocht konden verwarmen. U kunt de kerk bezichtigen. Als u een boerderij van dichtbij wilt bekijken, kunt u in de museumboerderij Westerhem terecht aan de Middenweg. Wel even een afspraak maken. Of het museum Betje Wolf bezoeken, ook aan de Middenweg. Het huis werd in 1665 gebouwd en was tot 1875 in gebruik als pastorie. Van Middenbeemster nemen we afscheid en vertrekken richting De Rijp. Ook De Rijp beroemt zich op Betje Wolf. Ze heeft hier, blijkens een steen in de gevel, ook gewoond, samen met haar aagje in de Rechtstraat 40. Misschien konden ze niet kiezen tussen de twee mooie dorpen. Alhoewel Jan Adriaanszoon Leegwater als stadsplanner en waterbouwkundige van de hele Beemster De Rijp onbescheiden het mooiste dorp van Nederland noemde. Het dorp is aaneengebouwd met het plaatsje Graft, wat eigenlijk een begroeide omwalling betekent. Deze had de taak erosie tegen te gaan. Gezien de weidse nattigheid van de polder denken we dat hiermee het water bedoeld wordt. Want toen de polder nog geen polder was, was Graft het geboorteplaatsje van onze Jan Adriaanszoon, die de naam Leegwater nog moest verdienen. Later. In De Rijp woonden eerst alleen wat arme vissers. Maar al snel groeide het uit tot een groot welvarend dorp dat, over varen gesproken, haar schepen zelfs uitstuurde naar de noordelijke zeeën. Ze namen dan flinke vissen mee terug, waardoor deze vissers tot walvisvaarders werden bevorderd. Wel 20 reders vestigden zich in het plaatsje De Rijp en het werd daardoor een welvarend plaatsje. Door een grote brand in 1654 ging een groot deel van De Rijp verloren en werd weer opgebouwd. Dat neemt niet weg dat er nog wel het een en ander te zien is. Op de Dam staat sinds 1630 het raadhuis, ontworpen door Leegwater, een sierlijk gebouwtje met drie topgevels. Daarbij hoort de Waag, waar nu historisch brandweermateriaal te zien is. Rechts van het stadhuis van Graft ziet u het oude sluiswachtershuis en via het klapbruggetje komt u bij de grote kerk terecht. Deze laatgotische kerk is beroemd om zijn 24 gebrandschilderde ramen uit 1655. Een brand gaf aanleiding een flinke gotische toren aan het geheel toe te voegen. Het Rijpermuseum in het Houten Huis laat u zien hoe het zat met de walvisvaart en de haringvangst. Daarna vinden we ons dus op weg naar Ursum. Door Grootschermer en Schermerhoorn is het een leuke route. Thank you.
Schermer is een karakteristiek dorp voor de Schermerpolder. Voordat het zover was, heette dit water Skermere, wat helder meer betekent. Sommige gedeelten van de polder liggen wel 4 meter beneden NAP, als gevolg van een ingewikkelde waterhuishouding. In sommige sloten komt u zelfs wel meerdere niveaus tegen. In Grootschermer is geen museum te bekennen die uw eventuele nieuwsgierigheid hierover kan bevredigen. Wel treft u er dezelfde tekenen der walvisvaart aan, naast de molens en de Nederlands hervormde kerk uit de 17e eeuw. Deze laatste getuigt van een bijzonder praktiserende geloofsovertuiging van haar gemeenteleden. In de kerk treft u namelijk 2 hangende gevangeniscellen aan, van waaruit de zich op het slechte pad aangetroffen lieden hun zonde konden overdenken en gesteund door de preken en het gezang van de gemeente weer op het rechte pad gebracht werden. Althans, dat was de bedoeling. Over het algemeen wordt geboefte meestal op afgezonderde plaatsen vastgezet, buiten de bereikbaarheid van de bevolking. Overigens is er nu het schaatsmuseum Hans Brinken ingevestigd, en dat die op scheve schaatsen reed, is zeker van niet. Noordschermer bezat een rechtshuis, en als we het over recht hebben, dit witte gebouwtje week in haar vorm niet af van haar functie. Verder treft u in het dorp de typerende houten topgevels aan, en naast het raadhuis, waar Leegwater zijn handtekening onder mag zetten, de zerkenvloer met grafstenen van de voormalige kerk die hier stond. Verder kunt u nog een bezoek brengen aan de museummolen aan de Noordervaart. Na Schermer komt Ursum in zicht. Daar staat naast de kaasfabriek De Prinses een antieke kaasboerderij waar men iedere werkdag Edammer kaas maakt. U kunt een bezoek aan beide combineren. En na Ursum via Overhoorn naar Scharwoude en links langs Westerkogge naar Hoorn. Is een jonge West-Friese stad met haar geboortejaar 1357. Want toen kreeg het stadsrechten van Willem V. Doordat de stad in het bezit was van een uitstekende haven, groeide Hoorn al gauw uit tot een welvarende stad. Handel en visserij beleefden een bloeitijd in de 17e eeuw. En daar bleef het dan ook bij, want net als de rest van Noord-Holland had men daarna te maken met crisis. Hoorn was creatief genoeg om zich niet al te veel van haar aanzien af te laten drijven en ontpopte zich tot een industrieplaats met de bijbehorende handelsactiviteiten en werd daardoor wederom tot een belangrijk streekcentrum. En daarbij horen gebouwen en monumenten. De Sint-Pietershof aan het Dal 9 is een uit diverse gebouwen samengesteld complex uit 1692 en doet al jaren dienst als oude vandaagehuis, maar het is niet te bezichtigen. De Klaas van Stapelhof ligt aan het Munnikenveld 21 en werd in 1682 gebouwd. Het poortje is afkomstig van de Latijnse school aan de Kruisstraat. Een Latijnse school overigens is een school waar Rooms-Katholieke geestelijken godsdienstonderwijs gaven in het Latijn. De panden rond dit pand zijn overigens ook het aanzien wel waard. De Maria of Kruittoren is een van de weinig overgebleven vestingtorens. Zo'n kruittoren was trouwens wel een gevaarlijk ding in de stad, want het daarin opgeslagen kruit was niet bedoeld om soep mee te koken, maar om eventuele aanvallen van vijandelijke troepen in de soep te laten lopen. Voorzichtigheid met vuur was dan ook wel geboden. De 17e eeuwse Sint-Sebastiaan-doelen vindt u aan de Achterstraat 2. Het stadhuis op de hoek van de Nieuwstraat was vroeger het logement voor de gecommitteerde raden van het Noorderkwartier. Voordat het logement werd, was het een klooster. Het Sint-Jansgasthuis, of Boterhal, ligt op het Kerkplein en is een van de gaafst gebleven vroeg-renaissance gevels van ons land.
De Waag aan het plein De Rode Steen is een sierlijk gebouwtje waarover de architect zichtbaar nauwgezet sfeer met de functie van het gebouw gewikt en gewogen heeft. Tegenwoordig kunt u er genieten van de verschillende verschijningsvormen van stenen en mineralen, of uzelf op de eerste verdieping op een mineraalwatertje, dan wel een alcoholische of eetbare versnapering trakteren. De Oosterkerk begon men te bouwen in 1450. In 1616 werd de kerk vernieuwd en kreeg de oostzijde een weelderige renaissancegevel. Op het kruisdak van de kerk staat een schattig houten torentje. Op de hoek van de Grote Oost en de Slepershaven staan drie panden waarvan jammer genoeg de gevels zijn verknoeid. Het gebeurde in 1573 en dat aan de Reede van Hoorn. En de rest moet u maar aanhoren in het West-Fries Museum aan de Rode Steen nummer 1. Voordat u zich daar naartoe haast, kijk dan even onder het rennen naar de Oosterpoort aan de Kleine Oost. Het is niet te bezichtigen, dus u kunt doorlopen naar de hoofdtoren. Deze dateert uit 1532 en heeft twee gezichten. Aan de stadzijde gemaakt van baksteen en dan de zeezijde uit natuursteen. Aan de kademuur ontmoet u nog de scheepsjongens van Bontekoe, maar dan als beeldengroep. Dat Hoorn de geboorteplaats van Jan Pieterszoon Koen was, zal u waarschijnlijk wel bekend zijn. En ondertussen zult u, aangekomen bij het West-Fries Museum, alles aan de weet komen wat we op dit bandje niet vertelden. We rijden door naar Spanbroek en Opdam om over Heer Hugo Waard naar Alkmaar te reizen. Alkmaar, de kaasstad van het noorden, kreeg in 1254 stadsrechten van graaf Willem II om de handel met de omliggende steden en dorpjes veilig te stellen. Het werd ooit de zetel van de geuzenleider Diederik Sonoy, die een opdracht van de prins van Oranje diverse vernietigende slagen toebracht aan de bolwerken van de sympathisanten van het huis Bourbon. Alkmaar zelf staat te midden van een waterrijk gebied en daar hadden de Spanjaarden blijkbaar niet van terug en begon voor Alkmaar de victorie. Sinds die tijd genoot Alkmaar dan ook volop van haar gunstige handelspositie. De werkelijke handel vindt tegenwoordig ergens anders plaats, in de kaasbeurs. Alkmaar is zoals dat hoort de nodige kerkenrijk. De Grote of Sint-Laurenskerk vindt u op het kerkplein. Deze laatgotische kruisbasiliek werd tussen 1470 en 1516 gebouwd op de plaats van een kerk die door de val van de toren werd verwoest. De nieuwe kerk heeft dan ook geen toren. Misschien was men bang dat deze hetzelfde zou uithalen met de splinternieuwe kerk. Hoewel, men is het wel van plan geweest, want aan de westzijde van het bouwwerk is te zien dat de afsluiting van tijdelijke aard zou zijn. En dat is een rekbaar begrip. Binnen vindt u gewelfschilderingen en maar liefst twee beroemde orgels, waarvan het oudste nog bespeelbare orgel van Nederland stamt uit 1511. Het stadhuis vindt u aan de Lange Straat. Een laatgotisch gebouw waarvan het oostelijk gedeelte met toren uit de 16e eeuw dateert en het westelijk stuk uit 1694. De voormalige herberg, het Moriaanshoofd, heeft een rijk bewerkte gevel uit 1725. Het Stedelijk Museum in de Doelenstraat 3 vertelt u alles wat wij niet vertellen over de geschiedenis van Alkmaar. Het Hof van Sonoy aan de Nieuwe Sloot was oorspronkelijk een begijnhof, een oude vrouwentehuis. Maar daar had deze krijgsheer het niet zo op. Dus werd het in de 16e eeuw verbouwd tot een deftig woonhuis. Op het Waagplein staat de Waag, vroeger een kapel. Het is nu moeilijk voor te stellen dat de mooie oostelijke gevel vroeger het koor van de kerk was. De toren heeft een stevige onderbouw waarin later een ruiterspel op elk heel uur het aantal uren ronddraait die de klok slaat. De Waag vormt een mooi decor voor de kaasdragers die iedere vrijdag van midden april tot midden september een traditioneel schouwspel ten beste geven.
met de gelakte hoed in de kleur van het veem waartoe ze behoren, en in een smetteloos wit pak sjouwen deze mannen kazen af en aan. Over kaas gesproken, daar weet men alles van in het Kaasmuseum op de tweede verdieping van het Wagenbouw. Het huis met de kogel is een heel ander verhaal. Het huis staat aan de Appelsteeg 2 en is het enige huis met een houten gotische overkraging. Tegen de gevel hangt een kanonskogel die tijdens het beleg in 1573 hier door de muur sloeg. De accijnstoeren aan de bierkade doet vermoeden dat men vroeger ook wel wist hoe men de belastingopbrengsten kon verhogen. Hoewel men waarschijnlijk het bier ongemoeid liet, werd het gebouwtje wel gebruikt om heffingen te innen bij het vervoer van handel over het water. Aan het verdronken oord en omgeving zijn verschillende aardige gevels te bewonderen. Bijvoorbeeld het huis De Vigilantie laat in haar versiering duidelijk zien wat er in dat pakhuis werd opgeslagen. Het Wildemanshofje is, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, gesticht als te huis voor oudere dames. Het geld voor de bouw hiervoor werd beschikbaar gesteld door Gerrit Floris Wildeman, die dat zo in zijn testament had beschikt. Als aandenken aan deze goede daad werd een reliëf boven de poort aangebracht, waarop deze Wildeman werd geflankeerd door een symbolische weergave van de ouderdom en armoede. U kunt het bezichtigen. Het hofje van Splinter vindt u op de Ritsevoort 2. Hier is op de gevel te zien hoe juffrouw Margarethe Splinter in het jaar 1646 dit provenhuis heeft gesticht. Proven wil zeggen dat de dames die hier hun laatste dagen doorbrachten daarvoor wel moesten betalen, ondanks de liefdadige grondslag van het idee. Of u voor een bezichtiging moet betalen, weten we niet, maar onze gesproken begeleiding door Alkmaar loopt ten einde. En daarmee is de route wat ons betreft beëindigd. We kunnen ons voorstellen dat u na zoveel opgedane indrukken een beetje vermoeid zult zijn. Om te ontspannen van al die inspanning raden wij u aan een van de vele uitspanningen te bezoeken en even de innerlijke mens van het nodige voedsel te voorzien. We hopen dat u op deze route aangenaam verrast bent geworden door de rijkdom aan monumenten en hun geschiedenis. Rest ons nog u namens het Bouwfonds der Nederlandse O zo Schone Gemeenten u nog een goede thuisreis te wensen.